Het Kader. Dit was dus mijn verhaal. Nu heb je mij een beetje leren kennen en vooral Shamma een beetje beter leren kennen. En ik geef nu de kader door aan Ria Verstappen, werkzaam in de centrale als een allerbeste kokin. Voilà. Dank u. Ik ben Ria Verstappen en ik word ingekaderd in de centrale in Gent. In de centrale zijn we 4 jaar geleden een kookproject begonnen, het Wereldrestaurant. En ik leid samen met mijn collega Mickey Teleu het Wereldrestaurant. Het Wereldrestaurant is een initiatief van Stad Gent Dienstwerk in samenwerking met de centrale. En wij koken voor de artiesten, wij doen de artiestencatering en het restaurant is ook opengesteld voor het publiek. Zeg eens, ben je klaar? Ah, dat is zeer goed, hè. Kijk, Beheetse heeft blokjes komkommer gesneden, want straks gaan wij een salade maken daarmee. Het project is inderdaad een soort opleidingsproject voor mensen met weinig of geen werkervaring. Dat zijn verschillende groepen. Dat zijn mensen die stempelen of dat zijn mensen die nog geen werkervaring hebben. En voor de concertcatering werken we eigenlijk vooral met jonge mensen die nog naar school gaan, die 2 dagen naar school gaan en 3 dagen hier werken. Zijn daar nog bolletjes in? Ja. Nog veel? Afgekoeld? Afkoelen misschien, als kan. Afkoelen. Ja. Ik wil eigenlijk alleen Nederlands horen in de keuken. Dus dat is ook een werkpunt waar we echt met iedereen proberen aan te werken. Het is een kans voor de mensen om beter Nederlands te leren. En we doen dat vooral op een manier dat we willen vooral aan het Nederlands op de werkvloer werken. Dus, want ons project is toch echt gericht op een betere tewerkstelling nadat ze hier ervaring hebben opgedaan. Dus we hopen dat ze heel veel kunnen bijleren. En Nederlands is daar een belangrijk onderdeel van. Aynur en Veselin die zijn bezig met kufte te draaien. En Mariam is bezig met pijpajantjes zeer mooi fijn te snijden. En nu zijn we bezig voor de dagschotel voor deze avond. En dat is een medzeeschotel. Met ofwel een gewone medzeeschotel met vlees. Want we maken ook altijd een gewone dagschotel en een schotel vegetarisch. En nu zijn we bezig met een medzeeschotel te maken. We zijn taboulé aan het maken. Balkjes, dus de kufte van lamsvlees. En nog een aantal bijgerechten met groenten. Het is een zeer leuke job. Je ziet de mensen vooruit gaan en dat is echt... Dat geeft veel voldoening, ja. Ik zou graag de kader doorgeven aan Ron Hermans, want ik vind zijn tentoonstelling over recyclagemeubilair echt schitterend.